actie. Ja, 7 dagen lang, 12 uur per dag live via cultuurinactie.nl. Een schreeuw richting Den Haag, een noodkreet zou ik haast willen zeggen, om te kijken hoe we deze coronacrisis nou eens een beetje op een goede manier door kunnen komen met z'n allen. Aan tafel Marcel Vaandragers. Je bent dichter, theaterman, docent, columnist. Wat ben je eigenlijk niet? Dat moeten andere mensen beantwoorden wat ik niet ben. Maar met name dichter? Met name dichter. Tegenwoordig staat er cultureel ondernemer op mijn kaartje. Mm-hmm. Ik heb ook met 2 geweldige muzikanten een avondvullende theatershow. Speelt nu niet? Speelt nu niet. Nee, inderdaad. Dat is hartstikke jammer. We hadden een nieuwe voorstelling die draait vanaf september, de week voor de lockdown. Hebben we nog voorstellingen gehad de week van de lockdown, maar die is niet meer doorgegaan. Hadden we ook nog een optreden. En ons eerstvolgende optreden als de Troeba Broers is, geloof ik, april volgend jaar. Okay. Als dat niet allemaal doorschuift, want alles wat nu natuurlijk niet door kan gaan, dat moet op een gegeven moment ingehaald worden. Ja, het is één grote puzzel. Alle impresariaten die breken hun hoofd daarover. Ja. Dingen worden verplaatst, dingen worden weer verplaatst. En nu is het natuurlijk heel erg spannend hoe het door zal gaan. Voor hoeveel man zit jij hier? Wie vertegenwoordig je buiten jezelf? Ik heb gisteravond even zitten tellen. Ik heb ook een dichterspodium al 10 jaar. Dus alle dichters, alle muzikanten die erbij betrokken zijn. Ik organiseer met een heleboel andere mensen kunstroutes. We hebben een uitgeverij met auteurs. Als ik elke categorie naar beneden afrond en bij elkaar optel, kwam ik aan 430 man. 430 man? Jawel. Die zetten we er gewoon bij. 430 man, daar komen ze. 1, 2, 3. En jawel, ze staan erbij. Ja, we beginnen al behoorlijk richting de 216.000 te kruipen. Zeker. Je gaat ook iets voordragen. Je hebt 3 gedichten. Graag. Volgens mij meegenomen. Kun je daar in het kort iets over vertellen, over die gedichten? Of zeg je, we moeten gewoon maar gaan luisteren. Het eerste gedicht gaat eigenlijk over 2 dingen. Sowieso de kunst, de muze. Mm-hmm. En die heb ik vergeleken met eigenlijk de relatie tussen mensen. Want als je een relatie aangaat met iemand anders, dan is dat ook met vallen en opstaan. Trial and error zou ik haast willen zeggen. En daar gaat het eerste gedicht over. Het tweede gedicht is een gedicht over een geweldige zomeravond. Heet ook Zomeravondzon. En het derde gedicht heb ik geschreven voor mijn vrouw en dat heet Artvenster. Ik hoop dat ze zitten kijken. Ik wil je vragen je handtekening op de muur te zetten en je gedichten te laten horen. Gaan we doen. Heel veel dankjewel. Dankjewel. Muziek is als een vrouw die ik graag wil beminnen. Een opmaat naar succes, maar ik weet niet te beginnen. Dus eerst wat maten rust. Ik kan geen sleutel vinden. Het blijft dus nogal stil. En toch wil ik me binden. Een C of was het een G? Ik kan ook geen noot meer vinden. Wat is nou toch die toon om haar aan mij te binden? Een lage toon is macho. Een hoge toon, te eel. Wat is nou toch die toon waardoor ik voor haar viel? Ik doe piano aan. Eerst maar eens gaan beginnen. Misschien een 3/4 maat om haar te gaan beminnen. Het tempo blijkt te snel. Ik faal om haar te raken. Het valt me heus niet mee om deze noot te kraken. De tango past haar beter. Ik heb dus nog een kans. En bij de eerste rumba
heb ik zowaar echt kans. De cha-cha-cha wordt weer niks. Ik val echt uit de toon. Als ik mij niet verbeter, rest mij straks enkel hoon. Dus weer opnieuw beginnen. Muziek is als een vrouw. Ik wil haar best beminnen, als zij maar willen zou. Dan komt zij naar mij toe en speelt haar eigen spel. Ik neuri met haar mee. Ik word zo haar metgezel. Zij speelt haar symfonie zoals een vrouw dat kan. En ik speel met haar mee, want ik ben maar een man. Het tweede gedicht gaat eigenlijk over het weer van vandaag. Schitterend mooi weer. En ik weet niet wat voor zomer het wordt, maar stel je nou eens voor dat het zo'n regenachtige zomer wordt. Dan wil ik u nu alvast even meenemen naar zo'n schitterende zomeravond. Op zo'n dag dat je het in de loop van de middag niet weet waar je het zoek moet van de hitte. Zo'n dag. En als je dan s'avonds ergens aan een rivier aan het water zit met iets lekkers in de hand, zou zomaar het volgende gedicht langs kunnen komen. Het heet Zomeravondzon. In rimpelingen verwaait de zon, uitgeblust en ontdaan van verstikkende hitte. Nog maar een enkel uur geleden lag alles lam en plat, danste alleen een libel mee op het ritme van trillende luchten. Nu ademt een zacht koelende bries het leven langzaam weer op gang. Mieren halen ijverig de middagpauze in, terwijl de boer zijn land begiet en witte strepen in de lucht de dag uitgummen. Morgen weer een nieuwe zomer. Dag. En het laatste gedicht heb ik geschreven voor mijn vrouw. Even een slokje water. En het heet Hartvenster. Dank je wel. Je hebt me toegelaten door dat kleine venster in je hart. Overrompeld door weldadige warmte voel ik jouw kloppend hart dat nu ook voor mij mag kloppen. Het zachte, rustige ritme en de reis door jouw hart doen mij beseffen waar dit leven om gaat. Als het met jou goed gaat, gaat het mij ook goed en andersom ook. Ik mag huizen in jouw hart. Ik zal er zuinig op zijn. Als was het mijn eigen venster in mijn eigen hart dat ik wijd open heb gezet, alleen voor jou. Dank u wel.